hang nou maar gewoon die lamp op in plaats van allemaal te lopen te kletsen hier zo. Ja, ik zeg het er vast bij, hè, dat ik hem een beetje scheef hang. Ja, je bent ook niet. Want dan ligt een beetje op de werk hangen, ja? Ja, want anders is die kabel zeker een beetje te kort. Ja, klopt. Oh, de kabel zat niet in het budget, helaas. Oh zo! Ik denk al, waar is nou weer met de rijksnoer gebleven? Ja, je bent echt een pannenkoek, wist je dat al? Ja, een pannenkoek. Daglicht niet kan verdragen. Dat sowieso. Ik denk dat we dadelijk hier eventjes. Hier gaan we dadelijk een partij vonken trekken, joh. Zo. Dat is mooi. Oh ja. Misschien moeten we hier ook een ander kroonsteentje aan zetten. Hé, hey, ik vind wel dat het lang duurt. Ja, je moet zo janken. We staan allemaal op jou te wachten. Ja, dat klopt. Pas je dit wel even aan op de uren laatst? Ik bedoel, dit zijn geen uren dat je werkt. Nee, dit zijn overuren. We staan hier in mijn vrije tijd, ja? Ja, dat klopt. Nu wel. Nu wel, hè. Even prikklok doen, Dirk. Nou. Hey, doe het licht aan. Kijk wat er gebeurt. Daar. Oh. Al het licht uit. Dat ligt eraan. Oh. Ah, ik vind niks. Doet het iets? Jawel. We hebben hier nou weer beter licht, volgens mij. Ja. Het is een beetje van het blauwe licht, joh. Ja. Nou. Wat een mooi sfeerlampje. Oké, ik heb er nog één. Ik denk dat je iets dichterbij had moeten halen. Dat denk ik ook, ja. Dus als je hem nog even zou willen verplaatsen. Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat hoef ik niet vooruit te doen. Als kwestie van deze beugel nou daar lager raad schroeven. Nou, zonder gekheid, misschien moet je echt al lager. Ja, dat denk ik wel, want dit heeft niet zoveel zin. Dit dan? Kijk eens! Haal eens weg. Ja, het werkt wel, maar ik denk dat als hij er dichterop zit, dat het nog beter is. Hij kan zeker 3 stenen omlaag, hoor. Makkelijk! Ja, en het is ook zo gedaan. Dit ding wordt ik verder niet warm of zo. Oh! Nee, ik kan gewoon hier kijken boren. Of nog een te laden. Ja, ik weet niet. Of soms zo gewoon laten hangen. Ja, dat is goed, joh. Maakt mij niet uit. Ja, het geeft wel een extra licht zo. Ik denk wel als je dichterbij zit, krijg je nog wel meer scherpe schaduw en zo. Zo is het iets meer diffuus. Hè? Ja, ik ben bezig om de stangen terug erin te zetten. Kijk, hier liggen er een paar. Ja, en dat zijn eigenlijk voor de bedieningen. Deze zijn voor om te sturen en daar die ik er al in heb gemonteerd. Die zijn om te schakelen. Die stangen die zijn gedeeld en er zitten dit soort koppelstukken zitten daartussen. En deze aan één kant zit daar linkse draad, één kant zit er rechtse draad op. Dat is heel veel mensen kennen natuurlijk. Als je dan ding één kant op draait, zeg maar, dan gaan die 2 stangen die gaan uit elkaar. En dan je dan de ene, ja, je draait ze dan eigenlijk allebei los. Nou kun je linkse moeren, kun je vaak herkennen. Kijk, deze. Ik zal hem zo even schoonmaken, ziet nog beter. Maar hier zit een inkepingje in. Dat is een tip voor als je een keer iets aan het schroeven bent. En je weet niet zeker of dat nou een moer links of rechts het draad is. Vaak zit er een markering in. Dus net als deze, die heeft daar een inkepingje. Deze die hier aan zit. Ja, dat is ook een linkse. Kijk, die heeft ook een inkepingje. Ik heb er daar al een aantal hangen. Die heb ik net al schoongemaakt.
Kijk, daar hangt er ook eentje. Zie, die heeft ook zo'n capeje erin zitten. Ja, die andere niet. Dat zijn gewoon rechtse draad. Ja. Mooi, deze ook even schoonmaken, want dan kan het straks allemaal gemonteerd worden. Oh ja, dit moeten we nog even laten zien, hè. Hier zo, deze. Er zijn heel veel kijkers zijn bezorgd om deze drie slangen, hè. Ik heb daar heel veel reacties over gezien, hè. Zijn ze dan? Ja. Ze, nou, mensen dachten dat wij de slangklemmen hier vergeten waren. Nee, die slangen nee. Heb ik daar gewoon omheen gedaan. Dat klopt, maar die slangen, die leiding loopt door. Die slangen zijn alleen maar om de leiding te beschermen hier. Omdat die torsje weer draait. Ja. En anders ligt hij de hele tijd tegen die draaiende torsieveer aan. Zo is het. Dus deze slangetjes, die zijn, kijk. Die zijn gewoon opengesneden. Ah, sneaky slangetjes. Mannetjes daar, zo. Zo zit dat. Ja, ik denk dat het wel... Jij denkt dat het wel hoopgevend is. Ja, ik denk dat het zo hoort. Ik kan geen andere functie van deze stripjes verzinnen namelijk. Maar ja, eigenlijk klopt het ook niet helemaal, want waarom zit er dan alleen hier een en waarom zit er dan niet hier ook een? Want hier zit ook weer even goed een klem, dus hier komt de volgende al. Tja. Ja, ik weet er niks van. Ik denk eigenlijk, als ik eerlijk ben, dat wij er ook niet zoveel granaten in en uitschuiven elke dag. Ik denk het niet. We hebben er maar twee hier liggen. Ja, dit is ook nog een dingetje. Hè. Kijk hier, dit hadden mensen gezien. Die zeiden, wow, er liggen er twee. Klopt, kijk hier. Alleen, dit zijn niet zo grote. Het zijn gewoon nep humans. Nee, dit zijn echte. Dit zijn hele echte. Die zijn gewoon afgeschoten. Ja, maar ze zijn alleen leeg. 1942 hoor, hier, kijk maar, dat staat erop. Ja, toen zijn ze gemaakt. Ja, dat klopt. Waarschijnlijk zijn ze vrij kort daarna ook afgeschoten. Denk je? Denk ik wel. Ja. We moeten er eigenlijk een paar meer hebben. Ja. Eigenlijk de originele, die grote units. Die zijn een stuk groter dan deze. Die zijn zo. Ja, dan moeten we toch kijken of we die kunnen cheffen ergens. Dat zou wel mooi zijn als we er een aantal in kunnen leggen. Misschien hebben de kijkers er nog een paar. Ja, precies. Paar ook. Nou, er was iemand die had gereageerd. Hè. Die had die spaarde van het spul en die had nog wat een en ander, zei hij. Ja, hetzelfde als die rupspanden zeker. Ja, meteen weer zo, hè. Oké, ik ga verder met die Op die manier heeft niet meer gereageerd, toch? Met die rupspanden? Nee. Ik heb nog gelezen, maar nergens meer te vinden. Nee, natuurlijk niet. Maar dat was een heel raar verhaal, of niet? Ja, maar zeg dan gewoon niks, als je niks hebt. Maar had nog iemand gereageerd, die had ook een set rupspanden liggen, zei hij. Echt? Ja. Ja, dat is kletsers, man. Ja, ik heb toevallig... Ja, ik heb nog een setje winterrupsbanden liggen. Want die, ik heb op mijn eigen tank altijd zomerrupsen liggen. Want ik vind winterrupsen vind ik niet fijn. Geef je te veel herrie. Ja, en ze liggen te veel in de weg, dus als je ze wil hebben, kom ze even halen. Ja, inderdaad. En als je dat niet gelooft, dan maak u wel iets anders wijs. En weet je wat ik nou niet snap? Dat is een hele hoop, denk ik. Wat snap je nou weer niet? Gast, wil je het nou nog weten? Ja. Je zit daar een beetje mij lullig te belachelijk te maken. Ik maak jij niet belachelijk. Nou, weet je wat ik dus niet snap? Nou. Nou, dat jij die leiding aan de verkeerde kant erop geschroefd hebt. De verkeerde kant erop geschroefd hebt? Ja, deze, dat die beugeltjes andersom zaten. Oh. Nou, dat kan ik jou wel vertellen, want die zat volgens mij in eerste instantie zat die recht. Alleen heel de leiding is in zijn geheel opgeschoven. Oeh. Maar toen is dat zo gekomen. Ja. Vandaar. Dus dat... We hadden meer foto's moeten maken van het leidingwerk. We hadden sowieso meer foto's moeten maken. Ja. Niet alleen van het leidingwerk. Nee, dat klopt. Uiteindelijk komen we overal wel aan uit, maar het kost wel meer tijd nou. Maar dat zeiden mensen ook toen we de ding gingen slopen. Maak meer foto's. Nou, we hebben wel aardig wat foto's wel, maar toch niet genoeg.
Nee, we hadden toch wel iets beter nog gefotografeerd. We moeten te vaak onze eigen video's terugkijken. Ja, ik wil dat je kop van jou aan. Ja, het is zo'n boel geklets elke keer en er wordt zo weinig gewerkt. Dat schiet gewoon niet video. Op. Oh ja, dus ik zal maar weer schouw verder gaan. Hoppa. Waar wil dat niet meer over? Er zit een knikje daarboven. Oh. Kijk, het is hem nog niet. Klak, dat was hem wel. Probeer maar eens. Oei. Ja, die heb ik er niet in gemaakt hoor. Ik ook niet. Wie dan? Henk. Henk? Hey. Het is Henk er ook mee gemaakt. Nou, even niet zo doen hè. Oeh. Oeh, bos. Ja, anders ga ik huilen. Doe dan. Dat komt er niet van hard af. Zo. Zo. Wat een idee. Ja, de stapel van bouten wordt steeds minder, hè? Maar ja, we missen nog een paar muren volgens mij. Zou die nog ergens anders kunnen liggen, Dirk? Wat zoek je? Nou, muren en bouten hebben die nog ergens liggen? Waarvan? Van de tank. Ja, maar van die stangen, hè? Ja, van die stangen. Ja, er zijn er wel een paar, maar van die grote niet. Daar zijn er eigenlijk, zitten er geen op. Nee, dat kan niet. Maar dat kan niet bij zijn, dat kan niet. Nee, eigenlijk niet, hè. Ik zal eens kijken, hoor. Ja, dat is ook lastig, want ik weet nog niet. Ja, deze is wel in de straat. Dit is niet bij de setje dan. Set. Sommige moet je misschien gewoon een setje hebben. Ja, ik denk dat we dat straks gewoon eens moeten gaan monteren als die verf droog is. En als we jou het vanzelf zien, denk ik. Het zou best kunnen dat we wel compleet zijn hoor. Dan zit hij eindelijk in de bankschroef. Dat was zoeken, of niet, Dirk? Hij was verstopt. Hij was inderdaad verstopt, ja, dit ding. Ja, dit hoort ook bij het schakelmechanisme. Dit zit achterin. En dan komen de stangen van voor komen hier naartoe. En dan gaan ze eigenlijk het hoekje om en dan gaan ze naar de versnellingsbak. Ja, wij wisten dat het ding hier ergens moest liggen, maar wij konden hem echt niet meer vinden. En je ziet het, hij staat nog een beetje na te druppelen. We hadden hem in een emmertje met diesel staan. Dat waren we gewoon helemaal vergeten. Dus, maar ja, goed. We hebben hem wel gevonden. Kijken of er beweging in komt, want dat was eigenlijk het hele punt, hè. Nou, het voelt toch aardig massief nog. Ja. Er zit beweging in. De bankschroef in ieder geval.
Oh, hij is bijna los hoor. Ja? Nee. Ja, dat zit één oor beweegt nog niet, maar die andere al wel, dus dat is al wel iets. Even een nieuwe bus WD-40 getapt. Dat is toch wel fijn. Kijk. Hey. Zo. Aha. Eens even kijken. Volgens mij kan die er dadelijk uit. Nou, wel goed dat we nog even naar kijken volgens mij, want hier zit ook nog een afgebroken spier of zo. Dat is eigenaardig. Eens even kijken, ik heb hier dat andere deel liggen. Deze hoort hierop. Ah, nee, ik zie het al. Dat is gewoon een roestspoor, dit. Kijk, nee, ik zag hier zeg maar een randje. Kijk, hier, als je hier zo aan deze kant kijkt, kun je het goed zien. Hier maar eens kijken, daar. Kijk dat. Ah, dat lijkt wel of dat restant is van een spie, maar dat is niet zo. Want de spiebaan zit aan deze kant. Ja, maar dat komt gewoon hierdoor. Ja, hier zit die inkeping waar je hem samen drukt. Ja, en daar is die as gewoon gaan roesten. Dus die moet een beetje oppoetsen, denk ik. Wel beter.
Hoppa! Zo, nou komen we ergens. Oké, het voordeel om helemaal uit elkaar te trekken. Zo. Dat komt goed zo. Dat zit goed vast. Zo. Ik denk dat we daar maar eens gewoon een nieuwe in gaan zetten. Oké, paas erop. Ik wil er maar nog niet uitkomen. Die maar oh, hengsten. Zo. Hij heeft er geen zin in.
geven. Eens kijken wat hij doet. Ja, hij komt. Hoe gaat hij niet meer? Het ruikt goed, hè? Lekker, hè? Nee. Ah, het wagenbusje komt eruit. Dat is goed nieuws. Kijk, zie je? Dat kraagje wat nou omhoog komt daar, dat is de lagerbus. Dat is perfect. Als we nou nog een paar keer zo op en neer gaan, dan valt het dadelijk uit. Dan is het één groot feest. Gewoon iets tussen doen met metaal. Hè? Huh? Metaal halen. Ja, moet eigenlijk een zo'n koperen dom moet jij hebben zo, hè? Ja, want dan krijg je veel hamer. Ja, dat klopt. Maar ja, je kan er niet met een stalen hamer op slaan, want dan slaan we de boel kapot. Zit er een schroef aan dan? Ja, een boutkopje zit daarin. Ik zou die bout eruit kunnen draaien en een ander in kunnen zetten. Ik zal eens kijken, dat scheelt wel zeker. Ja, dat is zo'n smeer nippeltje is dat. Nou, dat maakt niet uit, die hebben we wel. Nou, deze is dat volgens mij. Ja, zie je wel. Die past. Valt niks tegen. Kan heel lang draaien. Nou, ik denk het houdt toch een keer op, zie je wel. Een paar moeren achterleggen dan. Zo, dan kunnen we met de stalen hamer slaan. Oh ja, hij zit nou weer aan zijn eind. Dat is niet erg. Kijk. Zo. Thank you.
Nou, nog maar een keer de vuursleutel. Is erop. Hoppatee. Kijk. De vuursleutel doet wonderen. Ja. Mooi. Wat gaan we doen? Ja, ik ben ondertussen even de laatste reacties erbij aan het pakken. Oké. Even zien, hè. We hebben hier van de vlog 103. Oh. Even zien. Poli 1986, die zegt... Hebben jullie de naaldlagers alweer teruggezet in de stuurbekrachtiging unit? Niet vergeten hoor, dan is de speling weg. Like zodat ze het niet vergeten, nu kunnen ze er nog bij. Nou, die zaten er vast in, hè? Ja, de naaldlagers zitten erin. Nee, want die ringen namelijk, die konden bewegen, dat hoort zo. Want die zijn voor de stuurschuifjes te bedienen. Dus die moeten speling hebben, want anders dan werkt het systeem niet. Dus dat werkt. De naaldlagers die zaten gewoon nog erin geplakt met vet. Dus dat is helemaal goed. Deze vraag ga ik aan jou stellen. Tom van Grunsven, die zegt... Is de gele verf al droog? Haha. Nee. Ik was bezig en het plakt nog steeds. Waardeloos. Zonde. Het lijkt wel twee componenten verf of zo, maar dan waar niet de verharder bij zit. Het lijkt wel een beetje pap. Nee, ik weet niet. Was het wel verf? Even kijken. Dave van Roosendaal. Dat is een heel verhaal. Ik zie het, ja. Hij zegt, hey mannen, top dat jullie deze comment lezen. Ik zat weer te kijken en zag twee mooie hulzen in jullie rek liggen. Dat klopt. Je hebt het net laten zien ook. Ik ben verzamelaar van hulzen en vroeg me af welk type jullie daar hebben. 100 mm? Vraagteken. Dat is een goeie. Volgens mij is dat wel 100 mm. Dat is in ieder geval Tweede Wereldoorlog materiaal. Oh, die je daar hebt wel. Ja, die daar liggen. Dat zijn van die kort, hè. Die hier oorspronkelijk in zaten, die zijn met zo'n verjonging nog. Die zijn 110 of zo, toch? Ja, maar die huls zelf is groter, want die gaat niet door de loop, hè. Nee, dat is... Hij zegt, en of je misschien wel meer wilt hebben. Hoeveel zouden er in passen? Poeh. Ja, heel veel. Hoeveel hij heeft er misschien wel. Hoor je dat? Maar we moeten dan wel eigenlijk de officiële hebben. Ja, inderdaad. Ja, en dan het liefst ook nog met punt. Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Punten kunnen we zelf maken. Gewoon van hout draaien of zo. Dat gaat wel.
Oké, Tim. Hoeveel zouden erin passen? Verder veel succes en klusgeluk toegewenst. Er passen er echt... Vriendelijke groet, Ober Hobby Bob Dave. Like even, zodat ze deze oplezen. Nou, dat is gelukt. Nou, we kunnen hem wel vertellen. Hoeveel zouden erin gaan? Ja, echt heel erg veel. Even kijken. Maar ik denk dat er meer ingaan dan dat hij er kan. Dat sowieso, want in de koepel gaan we er ook nog een heel stel, hè? 1, 2, 3, 4, 20, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, van die dingen. Zo. Dat zijn er veel. Kun je nagaan als ze dan geladen zijn. Dan heb je gewoon 40 bommetjes in je tank. En kan je nagaan als ze dan ontploffen. Dan heb je dus geen hoofd meer. Dan ben je niet blij. Nee. Ik zag foto's van dit type tanks. En ook gewoon die 54 en 55's. In Irak die kapot geschoten waren, zeg maar. En dat hadden ze ook nog ingefilmd. Dat was echt... Dan zag ik een foto en dat was zeg maar heel dat, hè, heel dat middenstuk zeg maar, dat was allemaal weg. Dat was gewoon helemaal, dat lag gewoon allemaal zo helemaal plat gefrommeld overal tegen de zijkant aan en zo. En lag er ook bloed? Nee, dat zag er best zwart en geblazen uit. Het zag er niet goed uit. Het zal niet best geweest zijn voor degene die daarin gezeten heeft. Het is te hopen dat ze gauw uitgestapt waren, maar ik denk dat dat niet het geval was, denk ik. Dat is toch, dan kun je nog wel zo'n mooie blusinstallatie hebben. Daar valt niks tegen te blussen als daar eenmaal gaat. Oh. Oké. Okay. Ja, wij willen niet van die gevulde hebben in ieder geval. Nou ja, we kunnen ze ook zelf leegmaken. Ja, precies. Het slijpt om. Ja, en dan alles op een hoop leggen, de kruid en dan aansteken. Ja, precies. Nee. Nee? Nee, laten we het dan maar niet doen. Oké, okay. Nou, laten we dan maar verder gaan. Ja, mooi. Nou ja, dus, wie weet. Als iemand huls heeft die bij horen, zou wel super zijn. Dat is natuurlijk wel mooi. Ik had deze er al ingelegd. Dan ziet er al meteen wel weer een beetje meer gevuld uit daar, hè. Ja, het zou wel machtig zijn als we er nog een aantal meer hebben. Hoe zwaar zouden die dingen zijn? Zou je die kunnen tillen? Ja, tuurlijk. Je moet ze er ook allemaal langs de hatch in tillen. Per persoon kan je er wel eentje tillen. Dat weet ik niet. Wat zouden die wegen? 50. Ja. Nee joh. Nee, zo zwaar niet. Ja, ik weet het niet. Nee, want die lader die moet er eentje gewoon fatsoenlijk kunnen optillen en kunnen hanteren. Ja, je staat gebukt en zo. Je kunt niet echt lekker staan. Dus ze moeten niet te zwaar zijn ook. Maar als je zo'n leeg ding vult met water, dan is het al best wel een flinke pot. Ja, maar hoe zwaar is kruid? Ja, is dat net zo zwaar als water? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Pas weet het. Ja, ik weet dat voor mij alles licht is, dus ja. Alle kijkers zitten. Ja. Van jou wel, ja. Je ruikt alleen sterk. Oké, ja. Mooi man. Oeh, ja. Die zijn wel langer ook dan deze. Ja. Want die leven zo'n verjonging. Die hebben dan ook nog die verjonging. Ja, daarom. Dus die zijn groter hoor. Die zijn wel echt wel. Zouden zijn 130 of zo. Ja, als we gauw de koepel hebben, dan kunnen we het opmeten. Die kunnen het achter opmeten. Nou ja, als we er 40 kunnen krijgen, dan... Als iemand er 40 over heeft, dan denk ik dat hij zat ingeleverd voor het kopen. Want volgens mij is dat gewoon alleen al qua schroot al best veel waard. Oké, nou met 30 zijn we ook tevreden. Ja. Met 1 ook al wel. 1 origineel zou wel leuk zijn. Ja, en nog iets. Er zijn echt superveel mensen die gewoon al naar onze Patreon-site geweest zijn. Wist je dat, Erik? Nee, ik wist er niks van. Ik werd er gewoon verlegen van. Ja? Ja, zeker. Ja, kijk zelf maar. Je kunt zo check even de link onderin. Kun je kijken. En je kunt natuurlijk ook nog doneren mocht je dat graag willen. Ja. Nu zijn het er 120 volgens mij. Dat is echt superveel. Dat had ik eigenlijk niet verwacht dat zoveel mensen dat zouden doen. Dat is best de moeite. Ja, dat is echt super tof. Hartstikke bedankt allemaal natuurlijk, hè. Dat is, ja, toch? Zeker. Al
veel eigenlijk. Ja, onder is hij los, maar dan draait hij mooi in het lager. Alleen boven draait het lager in de buis. Dat is niet helemaal de bedoeling. Misschien nog maar een keer warm stoken dan. Hopen dat we nou meer geluk hebben. Tja. Hij gaat maar niet los. Nee, hij wil niet. Het is een naar ding. Het is toch mogelijk, hè? Ik zeg dat het onderhand wel doet, maar nee. Ja, moet ik toch een keer proberen te laten schrikken dan, Derek. Nee. Ik heb daar ook geen vertrouwen in, hè? Ja, dat zijn... Mensen die zeggen dat het goed is als iets vast zit, heet stoken en dan laten schrikken en dan zou het loskomen. Maar ja, ik heb altijd geleerd als je iets heet stookt en je laat het dan schrikken, dan wordt het keihard en dan heb je de kans dat het gaat scheuren ook. Dus bij mij... Weet je wat ik altijd geleerd heb? Ja, dan krimpt het ook gelijk. Als je heet stookt, dan zet het uit en als je het dan weer koud maakt, dan krimpt het weer, dus dan heeft het toch geen zin. Nee, ja, daarom. Ja, maar ja, blijkbaar schrikt het dan en dan in één keer dan klapt de roest tussenuit. Nou, hier zit boven een kraakbus, dat is eigenlijk het glijlager. En dat zit vast op de as. Die kraag die je hier ziet. Als ik hem draai, ik kan dit ding gewoon draaien nou, hè. Die zit, nou ja, los. Die beweegt, maar die ring blijft stilstaan. Dat is messing. Ja. Dus dat is niet goed. Ja, maar dat krijg je nooit nou meer goed, want nu draait die andere veel makkelijker. Ja, dat is zo. Dus daar kun je nu geen kracht meer op zetten? Ja, niet helemaal waar, want als je nou die pin eruit stond, dan wel misschien. Ja, hij zit goed vast. Waar zit die bus dan? Hier. Dit wat je ziet, de bus. Hier, let op. Oh ja. Kijk het er niet uit. Oppoets dan. Hier zie ik niet eens meer dat het messing was. En die moet eruit. Die moet eruit. Als je hem hier vasthoudt en daar erop slaat. Hij moet omlaag eruit. Hè. Je moet deze vasthouden en dan deze die pin er doorheen slaan. Die pin kan er aan de onderkant uit. Dan moet toch niet die bus eruit, dan moet die bus eruit. Ja, maar deze as moet wel in die bus schuiven. Anders kan die as er niet uit. Nee, dat is het net. Hij draait mee met de as. Nou, ik denk dat het heel makkelijk is. Dat is mooi. Vertel maar. Ik denk gewoon zo erin zetten dat hij hieronder draagt en dan hier gewoon met keiharde hamer op. Ja, maar dit is een pieleke, hè. Ja, weet je waar ik aan heb zitten denken? Daar gewoon die kokertjes ernaast, dat we gewoon eraan lassen. Dat hij wel fatsoenlijk onder persframe kan en dan gewoon eruit persen. En dan gewoon naar de rand die kokertjes zuiver slaan. Maar niet met dat frame. Dat gaat gewoon niet. Ja, dat is echt een pielig ding, hè. Ja, hier opslaan. Dan moet je er iets in doen. Je kunt een propje erin doen. Ja, als je een propje ik maakt... kan, deze kan erin. Deze? Deze kan daar doorheen. Misschien even een beetje opschuren, even dat hij dadelijk ook weer vast zit. En dan? Nou, dan zit hij er door. Ja, maar hier, deze draagt erop, die kraag. Hier kan hem opslaan. Wel, komt er ook, nee, er komt niks meer doorheen. Je kunt ook even iets draaien. Ja, dat is nog netter eigenlijk, hè.
misschien is dat ook de beste oplossing. Als je nu draait, wat gebeurt er dan? Nee, ik denk dat hij nou al niet echt meer wil draaien, heel gezegd. Ik zou hem sowieso nog onder pakken en dan even weer goed in de bankschroef zetten, anders lukt dat niet hoor. Wacht. Kijk, dit zo. Hoi. Dan kan ik hem hieronder vastpakken. Ja. Ja, laat ik dat eens even gauw maken, dan proberen we. Ja, ik ga nou eventjes iets maken om boven op die as te zetten. Ja, want we willen natuurlijk niet recht op die as slaan, want dan stuit die dadelijk op, is die straks kapot. En dan passen deze dingetjes er niet meer fatsoenlijk op. Dus ik las hier even een dekseltje op en dan heb ik iets om op te timmeren. Doe het maar, ja, ik heb het al klaar. Ja, ik heb het klaar. Nou, zetten. Dat zal zo maar blik zijn, ja. Doet het toch niet? Ja, ja, ga maar door. Ja, mooi. 42 ertussen. Je kunt hem terugslaan, dan komt lager eruit. Nou, ik zou hem gewoon doorslaan nou. Nou, we moeten alleen een korte buisje hebben. Hier. Met die. Ja. Weer eens. Misschien duurt het wel. Nee. Nou ja. Nee, dit is te lief. Weet je wat ook kan? Hierop slaan. Denk je dan... Maar wat ook kan is hem nou weer terugslaan met WD-40 daartussen. Ja, ja. Dan komt hij los dadelijk op. Je kruipt het. Deze stuit wel op, zo te zien hoor. Ja, maar dat. Kijk. Hey, nou kijk hier dan. Dat is een ring. Oh, die breekt af. Hij gaat kapot. Kijk. Ja, ik zie het. Kan ik zien? Dat is niet erg. Nou, dan moet gewoon een nieuwe in. Dat slaat verder, want hij komt wel eruit. Ah ja, dat zeker komt hij eruit. Nou, de kraag is afgebroken nou. Je moet hem nou verder slaan. Ja, die kant op, ja. Nee, de staal. Nou, zit hier vast. Je moet hem echt doorslaan. Ja. Nee, ik denk dat we even hier nog... De as, hè? Dat is zo, ja. Even kijken of ze het doen. Dat is messy, dat is keiglad. Ja, en die as draait. Ja. Ik denk echt dat je hem gewoon door moet slaan. Op een gegeven moment hier ergens houdt hij tegen en dan komt hij steeds verder eraf. Ja, maar dan moeten we wel iets hebben om mee tegen te houden. Ook kijk, die andere bus is ook helemaal ingegaan. Dat was wel. Nou, zover niet. Ja, ja, hij breekt door, dat is goed. Waarschijnlijk is het veel te warm geweest, joh. Ja, dat zal wel. Ik moet niks doen, dat is het. Gaat je af.
Nou hebben. Even die ramen erop denken. Ja, dat komt. Als we hem nou hier schoonmaken, ja, dan kunnen we dadelijk die bus er niet mee uit hier, hè? Ja, nou, maar dat willen we toch? Die bus moet eruit en die bus is kapot. Daar moeten we een nieuwe voor hebben. Oh, wacht maar even. Hij komt niet. Kom maar kijken, zie je. Nou zijn we er. Nou, nog niet helemaal. Die pin is hier te dik geworden. Die moet in de draaibank. Je moet hem even netjes afdraaien. Ja, dat klopt. Dan moet deze bus er wel af. Ja, dan moet je hem gewoon in de bankschroef zetten. De bus ook slijpen. De bus laten dragen. Ja, zo ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het wel... Oh, je wilt het zo doen? Zo terugslaan, dan is die los. Nou, ik denk, ja, slaan we gewoon niet. Ja, dat kan ook nog. Nou is het los. Ja, maar nou, hij moet er eigenlijk uit, want zo kunnen wij die niet in de draaibank zetten. Nou kunnen we deze wel even oppoetsen. Ja, dat wel. Ja, je ziet hem helemaal zo. Ja, dat zei ik al. Hij is helemaal op. Het is een ei geworden. Zou ik die niet breken nou, die bus? Die bus? Tas. Ja, maar ja, hij moet wel een beetje rond zijn, anders krijgen we er ook geen bus meer omheen dadelijk. Kijk daar. Heel de kabelboom zit weer op zijn plek. Het is mooi geworden, hè? En deze er weer in. Heb je het eigenlijk ook al gezien? Ik was al onderweg. Ik kom eraan. Het lijkt weer net nieuw zo, hè? Ja, het is ook zo goed als nieuw. Even kijken, ja. Ik had die kaalboom daar allemaal gezien, hè. Dat is mooi, hè. Oh, dat had je al gezien. Dat wel, ja. Dat is netjes, hè. Met de klemmetjes ook. Ja. En ik ben ook nog bezig geweest met deze. Die retourdingen. Oh, hier zit hij, hoor. De ontluchting. Nee, dat heb ik daar maar vastgeschroefd. Maar ik denk dat die daar misschien wel niet hoort. Oh, ja. Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. Ja, maar ook misschien wel. Ja, ik denk allemaal dat het ding daar in de hoek zat of zo ergens. Nee, volgens mij zit hij daar. Als hij daar zit, dan kunnen we het zien op de video. Nou, dat had ik dus ook al gedaan. En? Ik zal het laten zien, maar het is merkwaardig. Even kijken. Kijk. Zie je dat slurfje daar? Dat slurfje. Daar bedoel je? Mm-hmm. Daar zit toch zo'n geel dingetje wat uitsteekt naar beneden? Ja, het lijkt hem wel, hè? Ik kan niet verder inzoomen. Ja. Ja, we kunnen ook nog kijken, want we kijken nou naar de video, maar je kunt ook kijken naar de beelden die we opgenomen hebben daar, hè? Dit is van Facebook. Oh ja. Ik wil zeggen, ja, dan zou die dus een beetje zo gezeten, maar dat is een beetje gek, niet? Wat zou het eerste ding zijn dat scheef zit? Dat is zo. Ja. Ja, we hadden de theorie dat geen één onderdeel scheef zat. Alles zit recht. Maar daarvoor heb ik wel alle leidingjes er al in gemaakt. Dat is spannend, hoor. Ja, ja. Inderdaad, ja. Dat is een puzzeltje, hè. Wow. Oké. Okay, wat zit daar onder? Wat zit daar onder de rem? Wat is dat voor ding? Onder de rem? Ja. Waar zie jij onder de rem? Wat zit er? Onder het rempedaal. Wat staat daar voor een dingetje? Oh, dat is voor de tellers. Hé? Dat onder het rem... In het midden, hè? Het middelste pedaal is het rempedaal. Ja, dat snapte ik, ja. Ja, daar staat toch iets op de grond? Oh, ja, dat is voor de dingen. Voor de tellers. Ja. Ik denk al, wat zit daar nou?
Maar dat was het denk ik voor vandaag, hè? Ja, inderdaad. Ja, ik had daar nog wat dingetjes even kunnen bekijken. Oh. Ja, en morgen kunnen we alle stangen erin zetten, hè? Want dan zijn die, die moeren, die heb ik allemaal ontroest en in de primer gezet. Die hangen daar nou. Oh. Wat? Wat is daarmee? Oh, die. Je bent er eentje vergeten. Nee, die laten we gewoon zo. Die blijft gewoon zo. Ja, maar die is ook niet zo dramatisch. Die anderen waren wel echt slechter. Waar zijn van die lange moeren, die koppelstukken eigenlijk. Dat zijn niet echt moeren eigenlijk, want ze aan de ene kant links en aan de andere kant rechts de draad. Ja, die moeten daar zo aan. Dan kunnen al die stangen erin. En als al die stangen hier liggen, kan die kachel hier ook staan. Dat is mooi. Dat is het eerste groene onderdeel wat er dan in komt, hè. Maar dan is het echt wel klaar, denk ik, hier binnen. Ja. Ja, dan hebben we nog een bestuurdersstoel die we missen. En al die vloerpanelen. Ja. Ja, en dan is het echt... daar stond ook nog iets. Op dat steuntje stond zo'n hydraulisch geval, toch? Nog. Nee, toch? Volgens mij wel. Hydraulisch geval? Daar stond nog een of ander blok. Ja, je moet ook al die pneumatische rotzooi nog in. Ja, dat klopt. Maar dat is allemaal niks waard. Het is helemaal weggeroest, hè, die troep. Dat moeten we ergens anders uitslopen. Ja, dat klopt, ja. We moeten een paar van die reduceertoestellen zijn daar. En leidingwerk kunnen we wel opnieuw maken. Dat zal het niet opsteken. Wat stond er dan op dat blokje? Ja, dat zal ik dadelijk zoeken. Laten we even kijken wat ik hier heb. Ik heb ook nog wel iets gedaan, hè. Kijk, hier dan. Ja, die ligt ook al helemaal uit elkaar, hè. Kijk, dit is het. Dat is het, wat is het? Het omkeermechanisme van de schakelhendels of zoiets? Ja, maar dit is helemaal goed, hè. Kijk. Dat draait weer. Alleen, dit is een beetje jammer. Kijk, deze. Dit zijn die lagers die hierin horen. Maar die is er wel eentje gesneuveld. Kijk hier dan. Dus de kraag afgebroken. Dus dat is niet oké. Ja. Daar moeten we eigenlijk een andere voor hebben. Dus dan moeten we dadelijk eens even kijken op de site van Indie. Want volgens mij hebben ze van die glijlagertjes. Het is alleen wel een beetje een grote maat. Het kan natuurlijk ook nog een beetje een afwijkende maat zijn ook nog. Dus dat is... Maar daar komen we dadelijk achter. Ik ga dadelijk even kijken. En volgens mij moet je de video gaan editen, hè? Ja, precies. Dus ja, mensen, ik zou zeggen hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.